goed. Ik denk eerst de persoonlijke trofee. Hoe is het gevoel op dit moment? Ja, heel fijn. Ik was een beetje verrast. Ik zeg het, Stefanie en Imke Courtois hebben ook een heel sterk seizoen gespeeld. Maar goed, dat is een mooie individuele prijs en ik ga hier zeker van genieten. Je hebt de laatste week wat tegenslag gehad. In voetbal is dat altijd heel moeilijk, zeker met een EK voor. Dit moet toch een deugdend moment zijn. Ja, toch wel. Het is een beetje een lichtpunt. Ik moet me hier aan optrekken en er gaan nog verdrietige momenten aankomen. Die zijn er al geweest, maar die gaan er ook nog komen. Ik had heel graag morgen samen met de groep de voorbereidingen starten, maar goed, de gezondheid gaat voor. Dus nu even rust nemen en hopelijk komt dan alles wat in orde. Als we naar elkaar gaan kijken, naar volgend seizoen toe, de belofte van het jaar, de speelster van het jaar, dat kan naar het volgende seizoen toe alleen maar een boost geven om nu heel dicht aan te sluiten bij de top 3 en zelfs nog hoger te mikken. Ja, klopt. De nodige transfers zijn gebeurd. Ik ben heel tevreden met ons team vorig jaar. We stonden al goed, maar we gaan er nog een stapje bij kunnen doen. En ik kijk er enorm naar uit om mogelijk zo snel mogelijk aan te pikken. En dan Anderlecht en Gent en Standaard het vuur aan de schenen te leggen. En dan, zeker als we die topwedstrijden een vuur aan de schenen leggen en de overwinningen zoals toetrekken, misschien wel een woordje meespreken in de competitie. Ja, ik ga nog niet te veel prognoses stellen. We gaan gewoon bekijken nu in de voorbereiding hoe dat alles verloopt. Hoe dat we iedereen gaan inpassen in het team. Hopelijk blijven we gespaard van blessures. En dan wordt het weer een interessante competitie. Dan zou ik zeggen, nu op dit moment genieten van deze trofee. Het zal deugd doen voor jouw hele familie, jouw hele entourage. En ook hoop op naar volgend seizoen toe. En dan weer keihard tegenaan. Ja, dankjewel. Dankjewel.